en mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u onder ede. Mag ik weer? U verklaarde in uw vorige verhoor dat u onaangenaam verrast was toen in 2015 uit eigen onderzoek van het departement bleek dat u de Tweede Kamer in januari 2014 niet volledig hebt geïnformeerd over de redenen voor de hoge gaswinning in 2013. Wanneer kwam u er nou precies achter dat de informatie die u destijds met de Kamer deelde onjuist of onvolledig was? Volgens mij, meneer Quint, is er in 2015, ik weet niet wanneer er in 2015 dat is geweest, maar in 2015 is er in opdracht van de SG een reconstructie gemaakt van wat er destijds is gebeurd en wat er aan informatie beschikbaar was en wanneer die informatie beschikbaar kwam. En ik denk dat de SG dat toen die reconstructie klaar was, dat met mij heeft gedeeld. Dus dat het in 2015 is geweest. En die reconstructie was dan in aanloop naar het OVV-onderzoek, vermoed ik? Ik weet niet of er een relatie was met het OVV-onderzoek. Zou goed kunnen. Oké, en het is u wel meteen toen medegedeeld en niet pas ter voorbereiding op de parlementaire enquête? Nee, dat denk ik niet. Nee, want zulke dingen houden ze niet weg voor mij. Weet u wat de reden ervan is dat toen niet is besloten die informatie meteen ook met de Kamer te delen? Nee. Heeft u dat zelf overwogen? Kan ik me niet herinneren of ik dat overwogen heb. Als ik het overwogen zou hebben, denk ik dat ik dat gezegd zou hebben. Ik geloof niet dat ik in een van de vele debatten die ik met de Kamer heb gehad, ik heb de vele tientallen gehad, ik geloof niet dat ik die informatie met de Kamer heb gedeeld. Kan ik me niet herinneren. Hey, dat is ook wat wij inderdaad niet kunnen terugvinden. Maar de vraag is inderdaad waarom er toen niet toe besloten is om dat proactief met de Kamer te delen op het moment dat bekend werd dat die informatievoorziening aanvankelijk onjuist was. Ja, ik heb in de Kamer steeds cijfers genoemd die achteraf anders bleken te zijn. En die andere cijfers die heb ik volgens mij niet met de Kamer actief gedeeld. Een ander punt waar het verhoor over ging was het aantal bevingen na de hoge productie in, in 2013. U zou dat nog uitzoeken? Heb dat niet goed gezegd. Ik heb toen in het eerste verhoor gezegd dat 2013 een lagere aantal bevingen had dan in 2012. Dat was niet zo. Wat ik had willen zeggen is dat als gevolg van de hogere winning in 2013 was het niet zo dat er in 2014 meer aardbevingen waren. De aanname destijds was dat er 1 tot 1,5 jaar tussen het moment van meer winnen en het aantal bevingen zou zitten. En het aantal bevingen in 2014 zou je dus verwachten dat die hoger zouden zijn dan in 2013. Maar je ziet dat er van 2013 naar 2014 juist een daling van het aantal bevingen was. En dat heb ik proberen over te brengen, maar dat niet met de juiste woorden gedaan. Is dat bij deze rechtgezet? We hebben het ook uitgebreid gehad over de kennis die in het najaar van 2012 op uw departement aanwezig was. Ja. De kennis die bij u aanwezig was over mogelijke alternatieven voor laagkalorisch gas uit Groningen. Ja. De heer Hoevers was hier zojuist. Die heeft verklaard dat GTS in die periode geen enkele informatievraag heeft ontvangen vanuit het departement over ofwel de leveringszekerheid ofwel over de inzetbaarheid van de stikstofinstallaties waarmee pseudo-G-gas gemaakt zou kunnen worden. En hij zei, vanuit leveringszekerheid was minder winnen prima mogelijk. Op basis van welke informatie concludeerde u of uw ambtenaren toen dat de inzet van deze installaties geen reële mogelijkheid was? Ik weet niet precies wat de informatie is die bij de ambtenaren beschikbaar was en wanneer die beschikbaar kwam. Ik weet wel wat mijn informatie op dat moment was. Je probeert je zo goed mogelijk te informeren. En er waren dat onderwerp van hoeveel is er nou minimaal nodig voor de leveringszekerheid. Dat was juist een van de grote onderwerpen voor de onderzoeken die gedaan zijn. En die onderzoeken die zijn gedaan in het jaar 2013. En ik heb over dit onderzoek naar deze leveringszekerheid heb ik voor het eerst informatie gekregen bij met een nota van 19 juni van het ministerie aan mij. En bij die nota zaten een aantal bijlagen. En er zat ook een bijlage bij van een conceptuitkomst van onderzoek nummer 7. En dan hebben we het over 19 juli 2013? Ja, zeker, ja. En daar heb ik voor het eerst in gezien dat getal van 27. Waarvan u zegt dat al in 2012, ja. November 2012, beschikbaar zou zijn. Die 27 die heb ik dus gezien daarin. Maar uiteindelijk is de
geconcludeerd uit dat onderzoek in de definitieve versie van het rapport dat er minimaal 30 nodig zou zijn. En in geval van vlakke winning zouden 40 miljard kubieke meter nodig zijn. Ik heb gekeken naar die 27 miljard. Hè. Die 27 miljard, daar zijn drie opmerkingen bij te maken. De eerste opmerking is dat dat uitgaat van een gemiddeld jaar. Terwijl wij altijd uitgingen van een koud jaar. Omdat juist ook in een koud jaar, dan moet het aardgas in de winter beschikbaar zijn. Het tweede punt wat daar speelde, is dat de conversieinstallaties, werd mij gezegd, en ik neem dus aan dat dat zo is, de conversieinstallaties, Wieringenmeer en Ommen, ja, dat waren installaties die nooit permanent ingezet waren. Integendeel, die werden af en toe gebruikt. En het was onzeker en er moest twijfel zijn, er was gereden twijfel of die installaties wel ineens 100% zouden kunnen draaien het hele jaar door. Door wie dus dat was dat? Het. Wie deelde ambtelijk, u dat mede? Ambtelijk werd mij dat gezegd. Oké. Okay. Weet u op basis waarvan zij hun informatie, dit met u deelden? Nee, maar het is natuurlijk zo dat, kijk, ik ben zelf niet in staat om al die informatie die nodig is van de NAM en van de SODM en van GTS en van Gasterra en van deskundigen van buiten. Ik ben niet in staat om al die informatie rechtstreeks bij hen weg te halen. Dat wordt getrechterd via het ministerie. En de mensen van het ministerie die hebben voortdurend contact met iedereen en die verzamelen die informatie en die beoordelen dat en die geven dat dan in de vorm van nota's aan mij door. En ze geven het ook wel in de vorm van gesprekken aan mij door. Ja. Dat deel is duidelijk. Waar ik probeer achter te komen is, we hebben zojuist de heer Hoevers, toch de aangewezen persoon wanneer het gaat over de inzet van die stikstofinstallaties, gehoord. Ja. Die zegt, 1, het is ons niet eens gevraagd. Niemand heeft aan ons gevraagd of wij ze weer aan zouden kunnen slingeren. En 2, ze waren goed onderhouden. Er zal misschien een paar procent, een procent of 5 had hij het over, aan minder effectiviteit kunnen zijn. Maar ze waren goed onderhouden als een auto die op de oprit staat. Maar niemand heeft het ons gevraagd. Ja, wat wel of niet gevraagd is, weet ik niet, want ik stelde die vragen niet zelf. Ik heb ook niet zelf in die tijd van GTS iets gekregen waar ik dan informatie uit zou kunnen ontlenen rechtstreeks van hem. Ik kreeg de informatie van ambtelijk EZ. En die informatie was dat die 27 miljard, daar werd van uitgegaan dat er waren drie kanttekeningen bij te maken. Twee heb ik er al gemeld. De eerste kanttekening was dat het van een gemiddelde koude jaar uitging in plaats van een koud jaar. De tweede kanttekening was dat er van 100% conversie uitging, terwijl daar niet op vertrouwd zou kunnen worden. En de derde was dat ogenblikje. Er was nog een derde reden. Ik krijg hem zo wel. Sorry, op die derde kom ik zo terug. Dan doen we dat later even. Maar hoe kan het zijn dat uw ambtenaren in zo'n cruciale fase geen contact zoeken met GTS over de mogelijkheid van stikstofconversie? Heb ik geen antwoord op. GTS is een staatsdeelneming, 100% staatsdeelneming. Dat betekent dat anders dan de informatie van de NAM, wat een commercieel bedrijf is. Daar kan ik niet informatie van de NAM, daar moet ik steeds op afgaan met de wetenschap dat zij er zijn om geld te verdienen. Staatsbedrijven die zijn er voor het dienen van het algemeen belang. Dus ja, ik weet niet waarom daar tussen een ministerie en een staatsdeelneming op een bepaald punt over een bepaald onderwerp geen contact is geweest. Had het ministerie dit niet moeten weten in de context van een zware aardbeving waarin alles uit de kast getrokken wordt om de informatiepositie op orde te krijgen en de mogelijkheid van de productievermindering te overwegen? Ja, maar ik denk dat die ik heb ze alle drie paraat, maar ik denk dat het die argumenten die het ministerie had, die ik had, om niet van die 27-30, want 30 was dus wat er in het onderzoek nummer 7 kwam, hè, om daar niet van uit te gaan. Het eerste was dan
in mijn ogen niet kunnen vertrouwen op die 100% inzetbaarheid gedurende het hele jaar van die installaties. Het andere was van niet uitgegaan van een koude, maar van een gemiddelde winter. En het derde was dat het heel gevaarlijk was voor de seismiciteit als je het Groningen gas gebruikte als een aanvulling op de conversie. Kijk, als je de conversie het hele jaar voor 100% inzet, dan moet je dus op momenten dat er heel veel extra gas nodig is, met name in de winter, dan is de vraag voor ruimteverwarming 3 keer zo groot. Dan moet je op dat moment Groningen gas gaan gebruiken. En dat betekent dat je dus in de zomer weinig wint en in de winter win je veel. Dan heb je dus geen vlakke winning en dat was dan gevaarlijk. Dat had als gevolg seismiciteit. Dus om die 3 redenen konden wij niet van die 27-30 uitgaan, maar moesten we uitgaan van die 40. Ja, u wilde die vlakke winning in stand houden. Maar dan probeer ik het nu even in de tijd in de volgorde te krijgen. Want u zegt wij konden niet uitgaan van die 27-30. Maar als ik u net goed begreep, dan waren die cijfers er simpelweg nog niet. 27-30, dat was dus die 27 werd ik voor het eerst over geïnformeerd. Medio 2013, dat was 19 juni 2013. Die bijlage ja. Bij de ambtelijke nota waar ik het net over had. Vanaf dat moment had ik dus voor het eerst die cijfers beschikbaar. Die later bleken te zijn geen 27, maar 30. En vervolgens 40 noodzakelijk voor de leveringszekerheid. Dus op het moment dat die cijfers bij mij beschikbaar waren en met de eerdere informatie die ik had gekregen, heb ik daar mijn conclusies uit getrokken. Oké, dan op dit punt, als ik het dan samenvat, dan was het u eind 2012 niet bekend dat er al zoveel stikstofconversieruimte beschikbaar was en wat er dan nog nodig was voor de leveringszekerheid. We hoorden dat pas in juli 2013. Ja, maar stel dat het mij wel bekend was. Als ik al die informatie van medio 2013 of eind 2013, als ik die eind 2012 zou hebben gehad, dan denk ik toch dat ik ongeveer op die 40 zou zijn uitgekomen. Vanwege de redenen die ik net zei. Twijfel bij de voortdurende inzetbaarheid van de conversie. Niet uitgaan van een gemiddelde, maar van een koude winter. En het nodig zijn van een vlakke winning. Dus ik denk niet dat veel verschil zou hebben gemaakt. Moeten we dat toch uitleggen. Want de eigenaren van die installaties die zijn niet eens geraadpleegd. En toch wordt met een. Zegt u van ja, op basis van wat wij toen wisten, durfden wij er niet op te vertrouwen dat. Een begaanbaar pad zou zijn. Kijk, u zegt tegen mij dat GTS dat die niet geconsulteerd is door economische zaken. Dat neem ik onmiddellijk van u aan. U zegt dat en bovendien meneer Hoefers heeft het net gezegd. Dus daar hoeft geen twijfel over te zijn. Alleen, het is nu 2022 en destijds was het 2012. En ik wist dat niet. Ik wist niet dat GTS daar niet over geconsulteerd was. Ik wist alleen dat mij gezegd werd van er is twijfel bij die installaties, die hebben nog nooit volgedraaid. En je kunt er maar niet zo van uitgaan dat je onmiddellijk die installaties het hele jaar vol kunt laten draaien. Bovendien werd daarna uit die onderzoeken ook voor mij duidelijk. En ik zal over die vlakke winning zo nog iets zeggen over SODM, die mij kort daarvoor al geïnformeerd had dat die vlakke winning noodzakelijk was. Kort waarvoor? Kort voordat dit speelde eind 2012. U spreekt nu over eind 2012. Ja. En in 2012 kreeg ik ook een conceptadvies van SODM onder ogen. En dat conceptadvies dat bevatte 4 punten. En een van die 4 punten was dat de NAM vlak moest winnen. Was dat toen al? Ja. Dus in 2012 berichtte de SODM al met, nou ja, een van hun adviezen was natuurlijk zo snel en zo realistisch als mogelijk de gaswinning naar beneden. Ja. Maar zij adviseerde u toen al om ook over te gaan tot een zo vlak mogelijke winning? Niet helemaal juist zoals u het zegt. Okay. Omdat ik kreeg dat onder ogen in de vorm van een conceptadvies van SODM. Ja. En zo'n conceptadvies, dat laten ze circuleren op het ministerie, krijgen ze reacties op. En vervolgens komen ze dan met hun uiteindelijke advisering. Maar ik kreeg dus eind 2012 dat conceptadvies onder ogen. En daar trof ik 4 aanbevelingen aan. En een van die aanbevelingen was dat de NAM vlak zou moeten winnen. Dus ik had dat idee van die vlakke winning al. En dat betekent vlakke winning, koude winter, twijfel over die conversieinstallaties
Ja, en dat was voor mij de op dat moment relevante informatie. Was het u in 2013 bekend dat GasTerra een strategie toepaste waarbij laagkalorisch gas werd weggemengd in de hoogkalorische gasstroom om op die manier zoveel mogelijk Groningen gas te kunnen verkopen? Nee. Had u dat moeten weten? Willen weten, laat ik het zo zeggen. Ik heb vorige keer gezegd dat ik daar geen goed gevoel over had. Ik heb geloof ik een rotgevoel gezegd. Hè. En dat was op het moment dat er dus extra gewonnen moest worden om redenen van het was een koude winter en er waren nog een paar andere redenen. Maar wat in ieder geval geen noodzaak was, is om dat Groningse gas, om dat bij te mengen bij het hoogkalorische gas, waarbij de kwaliteit van dat hoogkalorische gas toch voldoende was om als hoogkalorisch gas te kunnen worden afgezet. Dus dat was gewoon een mogelijkheid om Gronings gas, laagkalorisch gas, om dat kwijt te raken, om dat te verkopen. Ja, en dat vind ik heel pijnlijk op het moment dat je dat er veel te doen is in Groningen, of dat we niet onmiddellijk hebben besloten, maar dat we eerst onderzoeken wilden laten doen. We hadden een planning van 49 miljard. Ze komen daarboven en dan ga je ook nog extra gas verkopen, terwijl het niet nodig is. En nou, daar had ik een rot gevoel over, heb ik nog steeds. Maar het is in principe een logisch gevolg toch van de businessstrategie van GasTerra op dat moment in de tijd? Een businessstrategie is toch niet om meer te verkopen dan je gepland hebt? De businessstrategie was, voor zover wij me hebben kunnen begrijpen, om binnen het plafond zoveel te verkopen als mogelijk. Ja, maar er was een planning gemaakt voor het jaar 2013. En dat was een planning van 49, misschien 49,1 miljard. Maar daar wil ik af zijn. 48,9. Sorry. Dat doet er niet toe verder. Maar dat was geen planning, dat was de prognose. Dat was niet de doelstelling of het maximum, dat was de prognose waarvan GasTerra op basis van de inschatting verwacht had dat dat het de hoeveelheid te verkopen gas zou zijn. Maar goed, zoals we later in het jaar hebben gezien, het was ook niet meer dan dat. Nou, ik had in mijn hoofd een planning. Het was zo dat 48 miljard gewonnen was afgerond in het jaar 2012. Mijn idee was een planning voor het jaar 2013 van 49 miljard. En daar ging ik vanuit. Dus op het moment dat er meer dan die 49 gewonnen werd, ja, kwam daar natuurlijk ook gedoe over, terecht ja. Gedoe over. Heb ik dus ook gevraagd van ja, wat is dat? En toen werd er dus gezegd, ja, die cijfers die ik u vorige keer gegeven heb, hè, voor de kleine velden die leverden minder op. Er was een koude winter en nog enkele redenen. Maar dat was dus de verklaring die ik kreeg. En dat bleek dus ook uit dat er een verklaring nodig was. En dat bleek ook uit dat het meer was dan eigenlijk de bedoeling was. Ja, maar zelfs wanneer die 49 een concrete doelstelling was geweest, dan is dat nog altijd 9 BCM meer dan dan die 40 die u net aangaf, die nog binnen de bandbreedte zat van de leveringszekerheid. Ja, maar die 40, die hadden er afgekund. Die 40 die is pas naar voren gekomen toen die onderzoeken klaar waren. Kijk, op het moment, ik kwam daar in november, 5 november of zo, 2012. En toen moest het eind van het jaar beslist worden. En er waren de informatiepositie klopte niet. Die was niet volledig. Er waren veel vragen bij. Ik kon op grond daarvan kon ik niet besluiten. Dus ik heb eerst die onderzoeken nodig gehad. De resultaten van die onderzoeken om daarna een besluit te kunnen nemen. Dus op dat moment dat die onderzoeken liepen, ja, kon ik niet tot 40 besluiten. Want ik moest eerst wachten tot die onderzoeken klaar waren. En vanaf dat moment had ik kunnen besluiten tot 40. En toen hebben we besloten tot 42,5. Ja, daar gaan we het ook nog over hebben. In eerdere verhoren is verklaard dat u in mei of juni 2013 door uw ambtenaren geïnformeerd wordt over de bijgestelde verwachting en de boodschap dat de gaswinning uit het Groningenveld richting de 53 miljard kubieke meter gaat. Ja, ik heb gehoord dat, dat er gezegd is mei of juni. Ik denk dat ik heb vorige keer ook al gezegd dat ik in januari 2014, dat ik een nota kreeg waarin stond, of een redeneerlijn was dat geloof ik, in de vorm van een redeneerlijn, waarin stond dat we eind van het jaar 2013 geïnformeerd waren over dat meerdere. Maar ik denk dat dat niet juist is. Ik denk dat dat eerder is geweest. En ik heb, volgens mij is het zo dat mevrouw Peters, een medewerkster van EZ, dat die rond 6 juni van het jaar 2013 geïnformeerd is door GasTerra hierover. Dus ik heb later gehoord dat ambtenaren zeiden in mei, juni. Maar volgens mij is het in die eerste week van juni gebeurd. Ja.
Toen hebben we het tijdens het vorige verhoor ook over gehad dat u zei, ik heb toen niet ingegrepen. Ja. Heeft u expliciet ingestemd met voortzetting van het ingezette beleid van GasTerra op dat moment? Of was dat geen expliciet besluit? Op welk moment spreekt u over? Mei, juni. Het moment dat bij het ministerie bekend wordt dat de totale winning in dat jaar richting de 53 miljard gaat. Nee, ik heb van mezelf, misschien dat ik daar straks nog op kom, van mezelf als ik dat nou kijk hoe we later de informatiepositie hadden en wat ik toen op dat moment heb gedaan. Kijk, het feit dat er meer is gewonnen dan die planning in mijn ogen van 49 miljard, dat had ik kunnen voorkomen door er een cap op te leggen, een grens op te leggen. Ja. Op het moment dat ik tot die onderzoeken besloot, had ik er een grens op kunnen leggen, heb ik niet gedaan. Ik had op het moment dat er medio 2013 duidelijk werd dat er meer gewonnen was dan er gepland was, had ik kunnen zeggen van ja, nou moet je maar in de rest van het jaar zien dat je minder gaat winnen. Heb ik niet gedaan. Een beetje twijfel of ik dat had kunnen doen, omdat het wel zo is dat ik niet wist hoe het zat met de leveringszekerheid in relatie tot dat meerdere. Dus ik kon dat niet goed inschatten, maar achteraf zeg ik van ja, ik had graag toen gezegd van in de loop van dat jaar moet je maar minder gaan winnen. En het derde punt heb ik vorige keer misschien gezegd, maar anders zeg ik het nu. Die 42,5, dat had beter 40 kunnen zijn. De reden waarom ik het vraag is omdat wij de heer Broenink namens GasTerra hebben horen verklaren dat er nog minimaal 8 BCM ruimte was in de loop van het jaar. En dat wij de heer Dieriks hebben horen verklaren dat het besluit om door te gaan met volledige instemming van de minister genomen is. Dat was volkomen met instemming van de minister, zei hij. Gast, u zegt 8 miljard kubieke meter ja. Speling. Hè? Wanneer, waar hebben we het over? Wie zei dat zou over de zomer gaan. Dus over het moment mei of juni 2013, wanneer bekend wordt dat de productie richting de 53 gaat. Nou, en ook wanneer er begin juni met uw ministerie gecommuniceerd wordt, we gaan richting die 53, wat moeten we doen? Ik kan dat niet volgen dat dat zo is. Bij GasTerra heb je een college van gedelegeerde commissarissen. En die maken uit wat daar bij GasTerra gebeurt. Ja. Het zijn er 5 en 3 ervan komen van de Rijksoverheid. Eentje rechtstreeks, dat is de DG van EZ. 2 andere zijn van EBN. En dat is een 100% staatsdeelneming. Dus ik begrijp niet dat GasTerra extra gas heeft gewonnen om dat te mengen met dat hoogcalorische gas. Dat begrijp ik niet. En ik begrijp ook niet waarom, als daar ruimte was, ze dan zelf niet die ruimte hebben benut om terug te gaan naar die planning. En dat ze zeggen van ja, de minister die vond het goed dat we dit allemaal deden. Dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Ze hebben het punt opgeworpen. GasTerra heeft geïnformeerd bij het ministerie. Wat moeten we doen? En de reactie van het ministerie was volle kracht vooruit. Ik parafraseer. Ja. En dat zou door mij geaccordeerd zijn? Dat kan ik niet inschatten. Feitelijk dat het bij uw ministerie vandaan kwam. Kijk, in ieder geval is door mij niet geaccordeerd dat er extra Groningen gas gewonnen zou worden om dat weg te mengen met het hoogcalorische gas. Ja. Ik vind dat ook niet verdedigbaar. En ik denk dat als je een planning hebt van 49 en er wordt meer gewonnen en er is de ruimte om weer minder te gaan winnen, dan had je dat moeten doen. Dus terugkeren naar mijn vraag of u expliciet had ingestemd met die voortzetting van het ingezette beleid van GasTerra in 2013, in begin juni, dan is het antwoord nee. Het antwoord is dat ik geen stuk heb gezien waaruit blijkt dat ik daarmee heb ingestemd. Het kan zijn dat ik dat mondeling heb gedaan, maar dat staat me niet bij. Maar het kan zijn dat ik dat mondeling heb gedaan. Ik kan dat ook niet ontkennen, omdat nee. Ik het niet weet. Oké, de heer Dieriks zegt dat. Ik zeg toch dat we in mei met elkaar op de vraag wat is jouw advies, Mark Dieriks, de conclusie hebben getrokken dat we niet zouden ingrijpen omdat we onvoldoende feiten hadden en dat niet anders was dan in januari. Dus dat was volkomen met instemming van de minister. Oké, meneer Dieriks die zegt dat. Oké. Mevrouw Munterdam-Bos verklaarde in haar verhoor dat het tweede SODM-advies betreffende het sluiten van de Loppersom-clusters een nadere invulling was van het eerdere advies van SODM. Dus de gaswinning zoveel en zo snel als realistisch mogelijk verlagen. En dat advies dus niet in de plaats, het advies om de Loppersom-clusters in te sluiten, dus niet in de plaats van dat eerdere advies kwam. Nou, wat zij zegt blijkt in ieder geval niets van uit de tekst van dat advies wat gegeven is. In dat advies ging het helemaal niet over minder winnen. Net zo min als het in het advies daarna
was dat er minder gewonnen moest worden. Nee, toen werd er gezegd 39,4, heel precies. Dat was dus bijna gelijk aan die 40. Dus ja, het enige wat ze zeiden in dat advies waar u nu over spreekt, is dat de winning van de Loppersum-clusters dat die gestopt zou moeten worden. Nou, wij hebben dat nagegaan. Ja. En als je die winning helemaal zou stoppen, dan zou je in een koude winter niet voldoende capaciteit hebben om toch het gas te leveren wat je zou moeten leveren. En om dat wel te kunnen doen, heb je dan een soort waakvlam nodig. En die waakvlam die zou ongeveer 2,8 miljard kubieke meter per jaar moeten zijn. En toen is vervolgens besloten om die winning van die Loppersum-clusters van 13 naar 2,8 terug te brengen. In mijn hoofd zijn dat de cijfers. Maar het beeld van mevrouw Muntendam-Bos, namelijk dit advies, blijkt dus bovenop het advies om zo snel en zoveel mogelijk terug te gaan in het gehele Groningenveld. Dat blijkt dus niet uit de tekst van het advies. En bovendien het volgende advies, dat hield in heel precies, gaan 39,4 miljard winnen. Ja, en behalve dat het niet bleek uit de tekst van het advies, is dat ook niet iets wat voor zover u weet, mondeling is toegelicht op het ministerie? Of?